Welkom terug bij het VSK Nieuwscafé. Aan tafel zit ingenieur Peter Senten en hij is technisch directeur bij Nathan. We gaan het hebben over de route naar All Electric. En All Electric is de verzamelnaam voor verwarmen zonder aardgas. Mag ik dat zo zeggen? Ja, voor de verwarmingsindustrie klopt dat. Oké. Ja, hartstikke goed. Peter, van harte welkom. Waar staan we met All Electric? Nou ja, weet je, in de nieuwbouwsituatie is het natuurlijk al een hele bewezen techniek. Je moet je voorstellen dat wij dat sinds 1996 al doen, in de woningbouw vooral, all-electric woningen te maken. En wat zijn dat dan voor woningen? Wat zit daarin? Dat zijn woningen die toen al met warmtepompentechnologie werden ontwikkeld. 100% draaien op warmtepomptechnologie voor verwarming. Voor warm tapwater, vaak ook nog voor een stuk passieve koeling. En dat is alleen maar meer geworden omdat we beter zijn gaan bouwen. Dus die warmtepomptechnologie die kreeg steeds betere kansen om te worden toegepast. Veel spannender is de renovatie. Daar waren wij tot nu toe nog niet aan toe. Om daar een echte weg naar All Electric te vinden, maar dan ook een weg All Electric waarbij je kunt zeggen van ja, we doen het ook nog met een fatsoenlijk rendement. Want dat is waar het natuurlijk werkelijk om gaat. Ja. We zouden 100 gloeilampen op kunnen hangen in een woning, dan wordt het warm en dan zijn we all electric. Ja. Maar dat is niet de bedoeling. Ja. Ja. En waarom worden er ook nog nieuwbouwwoningen gemaakt? Ik kom zo even op renovatie terug. Op gas? Ja, dat is een infrastructuurvraagstuk. Dat is in de nieuwbouw altijd een EPC-vraagstuk geweest. Op het moment dat je dus gewoon in je bouwnormering en in die EPC-methodieken kansen laat om toch aardgas in te zetten, dan worden die kansen meestal genomen. Op het moment zitten we op een niveau dat we aardgas combineren met een paar PV-panelen. Dat is dan het standaard nieuwbouwniveau. Maar daar zullen we wel snel vanaf gaan. Hebben we het dan over hybride? Nee, nog niet eens hybride. Nee. Je ziet in de nieuwbouw toch het meeste nog altijd gebouwd worden gewoon met standaard aardgas. En gecombineerd met wat PV-panelen. En dat was het dan wel zo'n beetje. Ja. Nou, in die markt, daar hebben wij nooit in gezeten. Dus voor ons is het heel logisch om gewoon all electric te gaan. Ja. Zonder gebruik van aardgas. Want dat is jullie business. Dat is onze business. Daar hebben wij vanaf 1996 in geloofd. Ja. Daar hebben we altijd op ingezet. Ja. En ik denk dat nu het grote moment daar is dat dat een enorme vlucht gaat nemen natuurlijk. Ja. Ja. Maar hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Dat moet nogal wat gebeuren. Ja, zeker. Kijk, in de nieuwbouw is het een keuze over infrastructuur. Als je zegt in de nieuwbouw, we leggen geen gas meer aan als infrastructuur, dan zal het wel een elektrische infrastructuur moeten worden. En dan zijn daar zoveel mogelijkheden voor die ook goed betaalbaar zijn. De technologieën die zijn bewezen. Dus wat ons betreft ligt daar het vraagstuk niet meer, behalve dan die infrastructuur. Hè? Leg ik nou die gasleidingen nu nog aan voor de komende 10 jaar? Of zeg ik van nee, dat is eigenlijk kolder, dat doen we niet meer. Voor de bestaande bouw is het een mega opgave. Ja. Nederland is groot en rijk geworden, ook door aardgasinkomsten. We zijn daaraan gewend geraakt in woningbouw, in utiliteitsbouw, als een enorm goedkope brandstofsoort. Alleen langzaam zijn we erachter gekomen dat het toch wel wat problemen met zich meebrengt. Dat gaat nu heel snel. Ja, dat gaat nu heel snel. Dat wisten we natuurlijk al lang. Ja. Maar vergelijk het ook met fossiele brandstoffen in de automobielindustrie of andere takken. Ja. Eigenlijk exact hetzelfde vraagstuk. Ja. Ja, en nu gaat het erom van hoe maken we die transitie naar die andere vorm elektriciteit. En over die andere vorm elektriciteit kun je natuurlijk nog wel zeggen van hoe komen we daar dan aan? Ja. Nou ja, want uiteindelijk is dat de hamvraag. Ja, hoe wekken we? Hoe wekken we die elektriciteit duurzaam op? Ja. Ja. Nou, we zijn aardig onderweg in Nederland. We staan daar in Europa, dat weten we allemaal, in de kinderschoenen. Als we om ons heen kijken in Europa, dan zijn er landen die al veel verder zijn. Maar ik heb wel het gevoel dat we nu definitief de sprong aan het maken zijn. Ja. Als je kijkt naar windparken op zee, als je kijkt naar de zonnepanelenbranche. Maar natuurlijk ook het uitwisselen van energie tussen de Europese landen. Ja. We staan niet alleen in Nederland, we zijn geen eilandje, dus we zijn verbonden met andere Europese landen. Ja, ja, dat gaat nu gelijk mee op. En zal de belangrijke driver er ook niet zijn dat de overheid zegt, dit mag niet meer en dat moet?
In die situatie zijn we nu gekomen, ja. met aardgas. Dat heeft ons best wel verrast, want als je kijkt naar de strategie van maar je bedrijf... Staan te juichen. Nou ja, staan te juichen, ja en nee. Het heeft ons verrast. Je hebt een bepaalde strategie die er toch wel uitzag dat het wat langer zou duren met het uitfaceren van gas. En dat je daar je producten rustig op kunt aanpassen, veelal op Beng, al die NOM, dat soort dingen. Maar in één keer is er sinds goed echt een half jaar een andere tendens gekomen. En dat is, aardgas is kwalijk. He, er zit ook een emotionele touch in natuurlijk. En die verrast iedereen volledig. Als wij 2 jaar geleden hier op de VSK hadden gezegd, over 2 jaar staan we er in één keer anders voor, had niemand dat gedacht. Nee. Dus dat is wat verrassend is. Over die politiek die nu een mega rol gaat spelen in de keuze voor infrastructuur. Ja. En hoe gaan we dat realiseren? Hoe gaan we zorgen dat we van gas afgaan? Hoe gaan we ervoor zorgen dat er alternatieve verwarmingsvormen komen? Ja. Die zijn er. Technisch zijn ze er. Ja. Je laat het dagelijks zien. Ja. We laten en wie gaat dat betalen? Nou ja, dat is een goed vraagstuk. Kijk, ik praat nu even over de verwarmingsindustrie. Hè? Ja. Verwarming, warm tapwater. Daar opereren wij als Nathan met warmtepompentechnologie. Maar het is natuurlijk verdomd moeilijk om dat te verslaan, dat aardgas. Aan de ene kant hebben we een politiek die praat over CO2. Hè? Het verbranden van fossiele brandstoffen. En aan de andere kant hebben we consumenten en bedrijven of wie dan ook, die praten ook over de portemonnee. En ja, ja. Ik zeg altijd, aardgas wordt in Nederland verkwanseld voor een belachelijk lage prijs. Als je daar 60, 65 cent per kuub voor vraagt, dan verdien je natuurlijk helemaal een gouden neus. Maar het is het verkwanselen van een hoogwaardige brandstof. Ja. Tegelijkertijd zitten we met elektriciteit, zeker in de consumentensfeer tot 10.000 kilowattuur, waar we een vermogen voor betalen. Ja. He, met die 19 cent per kilowattuur moeten wij echt onze best doen om aardgas te verslaan in de portemonnee van de consument. Ja. Daar ligt de werkelijke uitdaging. Ja. Maar is die discussie, is die inmiddels al gepasseerd? Nee, omdat er gewoon een keuze wordt gemaakt, aardgas stop? Ja, als je hem zo hard neerzet, maar dan, zo hard zet je hem neer. Dan denk ik dat er nog wel iets te doen is over tarieven voor elektriciteit. Kijk, wij betalen als onderneming Nathan rond de 5,5 cent voor een kilowattuur. Boven de 50.000 kilowattuur zijn dat de tarieven in Nederland. En wij samen als consument betalen 19 cent. Ja. Ja, dat is een rare situatie. Ja. Als we daar dus wat aan weten te doen, om daar iets te levelen, daar zal het bedrijfsleven wel iets van vinden. Die gaan moeten meer betalen. Maar als we het werkelijk serieus menen, ook naar die consument, dan zou je elektriciteit wat interessanter moeten maken als we dat dus gebruiken voor verwarming en tapwater. Ja. Dat is een van onze hoofdpunten. Dat geldt ook voor elektrisch vervoer overigens. Als mensen bij mij op de zaak tanken, betalen ze 5,5 cent. Als ik ergens langs de weg ga tanken, betaal ik 23 cent of meer. Dat is een perverse situatie. Ja. Ja, dus daar ligt wel wat huiswerk in de belastingensfeer. Maar dat is ook eigenlijk alles. Ja. Voor de rest zien wij geen obstakels meer om naar die elektrische infrastructuur te gaan. Natuurlijk hebben we een thema met de infrastructuur in Nederland. Maar ook dat is een kwestie van willen. Ja. Als je zegt, we gaan naar een elektrische infrastructuur, we gaan van het gas af, dan zul je waarschijnlijk wat aan die infrastructuur moeten doen. Ja. Dus investeren. Nou hoor ik ook geluiden, mensen hier op de VSK, die zeggen, nou, die infrastructuur die er ligt voor gas, die kun je blijven benutten. Ja. Voor andere vormen van gas. Ja. Dus we gaan niet van het gas af, nee. We gaan van het aardgas af. Ja. Maar biogas kan daar ook doorheen. Ja, nou, dat zijn opties die kunnen wellicht open blijven, maar het gaat er wel om, hoe kom ik aan biogas en wat gaat het kosten? Ja. En in die omvang die je nodig hebt. In die omvang die je nodig hebt. En als je dan ziet dat we landen om ons heen hebben die al zoveel duurzame elektriciteit produceren voor zo'n enorm laag tarief. Ja. Want daar gaat het om. Dan kun je je natuurlijk afvragen of dat duurzaam aardgas of biogas voor diezelfde prijsverhouding opgewekt kan worden. Ja. Dus ja, dat klopt. Er ligt een infrastructuur. Dat is zonde om daar een afsluiter op te zetten, zullen we maar zeggen. Ja. Maar als je weer naar de portemonnee kijkt, is het maar de vraag of dat haalbaar is. Ja. En of dat we niet gewoon beter goedkoop elektriciteit kunnen produceren. Ja. En dat als aandrijver gebruiken
voor mobiliteit, voor verwarming, voor koeling, noem het maar op. Oké, wat is jouw visie daarop? In de woning van cv-ketel naar warmtepompen, zeg ik maar even. Ja. Of in ieder geval naar all-electric. Maar je zegt ook een paar keer iets over de opwekking van de energie, de opwekking van elektriciteit. Is dat dan allemaal zo schoon? En dan heb je het vooral over milieu. Zonne-energie, water, roep eens wat, waar zie jij de meeste kansen liggen? Aan de opwekkant, vraag je me nu. Aan de opwekkant in Nederland het meest haalbaar wind, zon. En wellicht toch ook wat importeren uit het buitenland, zoals uit Scandinavië, waar ze natuurlijk helemaal op waterkracht al draaien. Ja. En nogmaals, hè, we staan niet alleen. We hebben een elektriciteitsnet in Europa wat met elkaar verbonden is. Daar gaat de werkelijke truc liggen. Ja, als je kijkt naar een land als Duitsland, waar wind uit het noorden nu verbonden wordt met zon uit het zuiden, omdat er nou eenmaal andere perioden zijn, wind en zon, en je hebt toch energie nodig, dan zijn dat de oplossingen waar we aan moeten denken. En wellicht zullen we nog wat backup nodig hebben voor die winter die komt. Ja. Waar we gewoon met z'n allen aan de beurt zijn. En dat is het grote vraagstuk. Hoe komen we aan elektriciteit? Ja. Maar het zal duurzaam moeten gebeuren. Ja. Omdat het andere alternatief, het op fossiele wijze opwekken, de problemen veroorzaakt die we kennen. Ja. Dus het is ook niet een vraag van of, maar de enige vraag die nog overblijft, hoe? Hoe? En als ik met experts hier praat, die zeggen, nou, zelfs dat is niet meer de vraag. Want het is er. Het is niet eens meer de vraag of zonne-energie in onze energiebehoeften zou kunnen voorzien. Want dat kan het. Ja, dat kan het. De technologie is er al. We moeten het alleen uitrollen. Ja, we moeten het alleen uitrollen. Ja. En ik zeg altijd even, we zijn gewend geraakt aan een hele goedkope vorm van brandstof. Fossiele brandstof. Ja. En dat doe je op gas. We zijn verslaafd geraakt. Maar ook aan benzine en diesel. Ja. Het maakt een vliegtuig wat we de lucht in sturen. Het kost allemaal geen drol. Zo kun je het zien. Daar zijn we 100 jaar lang goed mee aan de gang geweest. We hebben een aardig probleem gecreëerd met z'n allen. En nu is het, ja, daar moeten we toch wel wat aan gaan doen. Bekijk het eens door die bril. Ja. Snap je? Maak het niet moeilijker dan dat het werkelijk is. Het alternatief is er. Het alternatief is er. We weten dit al. Ik hoor al tientallen jaren over fossiele grondstoffen. Daar moet je vanaf blijven. Ja. Of het raakt op, of je haalt het ergens uit waar het niet uitgehaald hoort te worden. Nee. Dus het heeft altijd een impact. Dus nu worden we ermee geconfronteerd. Ja. Eindelijk zou ik bijna zeggen. Mm. En het zou veel erger zijn als we nu ermee geconfronteerd worden en vaststellen, we hebben al die tijd stilgezeten, er is niks anders. Ja, dan, maar zouden het is er wel. Dan zouden we een mooi probleem hebben nu. Maar het goede nieuws is, het is er. Ja, het is er wel. Ja, natuurlijk is het er. En vandaar ook einde discussie eigenlijk daarover. Ja. Nou, nu, de vraag is, hoe komen we dan in die nieuwe situatie terecht? Ja, dat zal investeringen behoeven. Ja, en wie gaat die investering doen? Dat zal de maatschappij moeten opbrengen. En wie is de maatschappij? Dat zijn wij met z'n allen. Ja. Als wij vinden dat we met z'n allen naar een elektrische omgeving gaan, want eigenlijk praten we hier over vervoer met name, verwarming, warm tapwater, dus klimatisering, ja, dan zullen we wat moeten doen aan die opwekking. En dat is een enorme opgave. Ja. Dat hoe ga ik uitleggen aan mijn buren dat zij kosten moeten gaan maken? In één klap, het is eerder aan tafel gekomen, je duizenden euro's moeten neertellen. Ja. Omdat ze die van. Ze hebben het niet. Nee. De mensen hebben het niet. Nee. En als ze het niet hebben, kunnen ze het ook niet betalen. Dus hoe gaan we er dan voor zorgen? Ja, dan zal je dat. Als we dat dan gaan verplichten, hè, want daar ligt de clue natuurlijk. Ik vind nu gaat de discussie heel snel van gas af, het is verplicht. Maar inderdaad, niemand stelt de vraag. Ja, en die consument dan, wie gaat dat betalen? Op het moment dat we op dit moment over moeten in een woning, hè, van een aardgasketel naar een warmtepomp, het model wat wij nou eigenlijk neerzetten hier op de beurs, dan praat je over een investering van, nou ja, 7.500 euro materiaal plus arbeid. En ja, er zijn stimuleringsmaatregelen zoals subsidie, maar het blijft dan toch nog 4.000 à 5.000 euro in bepaalde steden. Zoals in Amsterdam is het bijna gratis, daar hebben ze modellen opgezet. Maar we willen eigenlijk niet altijd van subsidie afhankelijk zijn. Althans, wij vinden dat heel gevaarlijk om daar je business op te bouwen. Anderzijds kun je bijna niet anders in deze transitie. Hè? Als je snel want heet het wil. Is, het is niet fair om tegen consumenten te zeggen, je hebt altijd een goedkope brandstof gehad. Daar hebben wij ons als Nederlandse staat helemaal schil aan verdiend. En nu, en nu leggen we het probleem bij jou.
Nee, we hebben daar genoeg belasting voor betaald. Ja. Moedertje staat, help maar mee. Ja. En dus ik vind dat wel. In dit geval vinden wij wel dat maatregelen op subsidie, op belastingtarieven, elektriciteit meegenomen moeten worden. En dat gebeurt ook, hè. Om die transitie te kunnen maken. Het is niet fair om het alleen bij de consument te leggen. Dat kan ook niet. Nee. Mensen kunnen dat niet betalen. Althans voor een groot gedeelte van hen. Of gespreid over een heel leven. Ja, kun je misschien wel, maar niet in maar, één klap. Die ambities die hebben we niet, zoals ik het zie, hoe snel we er vanaf willen. Dus dat zal toch betaald moeten worden. Ja. En ik denk dat we geld genoeg hebben verdiend aan aardgas om daar iets in te investeren. Ja, oké. Okay. Hartstikke goed. Wij ronden dit gesprek af. Peter, ik dank je dat je met zoveel haast hier naartoe gerend bent. En ik wens je nog een hele goede beurs. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel.